We gaan nu gemeente samen lezen Filippenzen 3, de versen 1 tot en met 16. Filippenzen 3, vers 1 tot en met 16, dat is het eerste gedeelte van dat hoofdstuk. Daar schrijft de apostel. Verder, broeders, verblijd u in de Heere. Dezelfde dingen aan u te schrijven is mij niet onaangenaam en het geeft u zekerheid. Let op de honden, let op de slechte arbeiders, let op de versnijdenis. Want wij zijn de besnijdenis, wij die God in de geest dienen en in Christus Jezus roemen en niet op het vlees vertrouwen. Hoewel ik reden heb om ook op het vlees te vertrouwen. Als iemand anders denkt te kunnen vertrouwen op het vlees, ik nog meer. Besneden op de achtste dag, uit het geslacht van Israël, van de stam Benjamin, een Hebreër uit de Hebreeën, wat de wet betreft een Farizeeër, wat ijver betreft een vervolger van de gemeente. Wat de rechtvaardigheid betreft die in de wet is, onberispelijk. Maar wat voor mij winst was, dat heb ik om Christus wil als schade beschouwd. Ja, beslist, ik beschouw ook alles als schade. Vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Heere, om wie ik dat alles als schade ervaren heb. En ik beschouw het als vuiligheid, opdat ik Christus mogen gewinnen en in hem gevonden word. Niet met mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof in Christus is. Namelijk de rechtvaardigheid uit God, door middel van het geloof. Omdat ik hem mag kennen en de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap met zijn lijden, doordat ik aan zijn dood gelijkvormig word. Om, hoe dan ook, te komen tot de opstanding van de doden. Niet dat ik het al verkregen heb of al volmaakt ben, maar ik jaag ernaar om het ook te grijpen. Daartoe ben ik ook door Christus Jezus gegrepen. Broeders, ik zelf denk niet dat ik het gegrepen heb, maar één ding doe ik, vergetend wat achter mij is, mij uitstrekkend naar wat voor mij is, jaag ik naar het doel, de prijs van de roeping van God die van boven is in Christus Jezus. Laten wij dan die geestelijk volwassen zijn deze gezindheid hebben. En als u iets anders gezind bent, ook dat zal God u openbaren. Maar tot zover wij gekomen zijn, laten wij naar dezelfde regel wandelen. Laten wij eens gezind zijn. De tekst voor de prediking, dat is met name vers 12, de omgeving zal ook wel meespelen. Dan zegt Paulus, niet dat ik het al verkregen heb of al volmaakt ben, maar ik jaag ernaar om het ook te grijpen. Daartoe ben ik ook door Christus Jezus gegrepen. Broeders, ik zelf denk niet dat ik het gegrepen heb, maar één ding doe ik. Vergetend wat achter mij is, mij uitstrekkend naar wat voor is, jaag ik naar het doel, de prijs van de roeping van God die van boven is, in Christus Jezus. Tot zover. Gemeente, wanneer wij de media zo in het algemeen volgen, dan valt het u ook al op dat er veel aandacht wordt gegeven aan allerlei sportwedstrijden. Het hangt natuurlijk vanaf welke zender, maar die zender waar ik vaak op afstem, waar het nieuws op komt, daar komt dan ook veel sportnieuws. Valt mij dan vaak op dat bijvoorbeeld, een journaal bijvoorbeeld, voetballers die worden als helden, als halfgoden vereerd. Het gaat om een hoop geld ook. Ik herinner mij, in november was er in Argentinië een voetballer overleden. Nou, daar was zelfs nationale rouw. De auto kwam langs met er in de kist van de overledene. Mensen stonden te huilen. Dan denk ik als nuchtere Nederlander, kan dat niet anders. Je moet toch afwegen wat echt belangrijk is. Wat is nou dat nou zo belangrijk? In ieder geval,
sport is een belangrijk onderdeel voor veel mensen. Paulus kwam dat in zijn dagen trouwens ook al tegen. In de Bijbel staat er niks nieuws. Toen was het ook al zo, die oude Grieks-Romeinse wereld. Sport, nou, lichaamscultuur, dat was het. Het betrof dan ook vaak hardlopen. Mensen die zich enorm inspannen om het einddoel, de finish, als eerste te bereiken. Maar Paulus die vindt dus dat er echt nog iets veel belangrijkers is om je voor in te spannen. Hij spreekt over de inspanning die we moeten doen om zalig te worden. Daar moeten we ons op richten. Dat grote doel. Paulus noemde, of iemand noemde Paulus naar aanleiding van wat hij hier schrijft in onze tekst, een gegrepen jager. Ik vond dat wel een goede typering. We lopen die woorden van vers 12 en 13 er langs en dan letten we op door wie Paulus is gegrepen en dan ook waar Paulus zelf naar grijpt. Door wie Paulus is gegrepen en waar hij zelf naar grijpt. Nou, daar maakt hij geen geheim van. Door wie hij is gegrepen, dat is niemand anders en niemand minder dan Christus Jezus. U weet dat dat was op een dag gebeurd toen Paulus zelf op jacht was naar mensen die in Jezus geloofden als hun Messias. Paulus had enkel vijandschap in zijn hart tegenover die Jezus. Maar hij was op weg naar Damascus, lezen we in Handelingen 9 vanaf vers 3. Toen verscheen hem vanuit de hemel de Heer Jezus in een blinkend licht. Paulus viel op de grond en hoorde een stem in het Hebreeuws, Shaul, Shaul. Hij werd bij name geroepen. Waarom vervolg je mij? Toen was Paulus voor het eerst met de levende Christus in aanraking gekomen. Hij was enkele dagen blind geweest van dat hemelse licht. Paulus, gearresteerd, zeiden ze vroeger. Kent u dat woord nog? Iemand die eerst in de wereld leeft en dan plotseling door God was stilgezet, dat noemde je dan, hij is gearresteerd. De term die wij tegenwoordig gebruiken voor wanneer een crimineel door de politie wordt opgepakt. Maar dat moment dat de Heilige Geest in je hart komt en laat merken dat ik niet zomaar door kan leven, dat je met een levende God en een levende Christus te maken hebt die zijn hand naar je uitstrekt, dat, hè? Dat besef. Dat de Heer in mijn hart komt en daar beslag op legt. Heel duidelijk. Althans voor mezelf. Ik denk dat veel mensen er in de kerk toch nog altijd nog naar verlangen. Naar zo'n duidelijk moment van bekering. Nou, ik weet niet of je nou zo erop moet zitten te vlassen dat je net zo'n Paulusbekering mee moet maken. Maar wel toch een moment dat je precies kunt aangeven, voor die tijd was de Heer niet in mijn leven en nu wel. Dat willen we toch wel graag zeker weten voor onszelf. Jonge mensen die dan zeggen, ja dan kan ik pas belijdenis doen. Toch is een duidelijk bekeringsmoment lang niet voor iedereen weggelegd, om zo te zeggen. Bij de meeste christenen is het natuurlijk wel zo, je kunt best wel weten of de Heer in je leven aan de gang is, of je met die dingen bezig bent, of dat het je wezenlijk koud laat. Paulus zegt in onze tekst dat Christus hem gegrepen heeft. Dat zeggen we ook wel eens wanneer iemand door iets, een ideaal in beslag is genomen. Hij is er door gegrepen. Ik lees wel eens interviews bijvoorbeeld van, ik noem maar wat, muzici. Hoe ben je zo naartoe gekomen om orgel te gaan spelen of viool? Nou ja, als kind heb ik dat eens meegemaakt en dat is een instrument, daar wil ik op gaan spelen. Of voetballen kan natuurlijk ook. Je bent erdoor gegrepen, daar zet je veel, daar zet je alles voor opzij. U kent misschien ook wel van die voorbeelden. Of u bent zelf misschien ook een gegrepen door een of ander ideaal. Ja. Maar zijn we ook door Christus gegrepen? Dat vraagt Paulus ons.
muziek, sport of wat dan ook mooi. Maar daar heeft Paulus het hier niet over. Paulus getuigt van zichzelf: ik ben door Jezus Christus gegrepen. Ben jij het ook? Door Christus gegrepen? Ja, dat is een gewetensvraag. Het is niet de vraag: bent u wedergeboren? Niet de vraag: ben jij bekeerd? Dat zijn op zichzelf geen verkeerde vragen, begrijpt u mij goed? Maar dan leg je het zwaartepunt verkeerd. Dan leg je het zwaartepunt bij jezelf. Mijn wedergeboorte, mijn bekering, mijn geloof. Wat zit er hier? Hoe is het hier van binnen? Is er bij mij dan van binnen wat gebeurd? Ik zei al, dat zijn geen verkeerde vragen, goede gewetensvragen. Maar Paulus zou zeggen: waar leg jij nou het zwaartepunt? Waar leg jij nou de klemtoon? Ben je ook door Jezus Christus gegrepen? Ik wel, zegt Paulus. Jullie ook, daar mensen van Filippi, christenen al daar, christenen van Schravenzande. Wat denkt u, wat vind jij van Christus? Dan moet niemand zeggen: ja, dat weet ik niet, of nog niet, of ik schrijf dat nog maar even. Ja, dat vind ik een te diepe vraag. Ik weet het nog niet goed. Ik geef toe, daar moet je de tijd voor nemen. Daar moet je inderdaad serieus mee bezig zijn. Je moet tot een persoonlijke keuze voor hem komen. Hè? Jonge mensen, jonge jaren, groeien in een christelijk gezin op. Dat vind ik al een heel voorrecht hoor, dat je in een christelijk gezin... Ik ben het ook, ik vond het steeds meer komen erachter dat het een voorrecht is. Als je in een christelijk gezin bent geboren, dat je bent gedoopt, dat is een groot voorrecht. Dat maakt lang niet iedereen mee, in ons land zeker niet. En dat je dan in al die dingen waar je mee opgroeit, je catechisatie, de kerkgang, verenigingsleven, christelijke school, bijbellezen, dat je dan gaat afwegen. Hè? Dat ieder mens moet dat in zijn jonge jaren. Wat wil ik nou eigenlijk? Wat stelt het leven nou voor? Waar heb ik allemaal mee te maken? Wat is de wereld om me heen? Smartphone laat mij alles zien en alles bekijken. Ja, wat wil ik met het evangelie? Die preken, zeggen die me nou wel wat? Waar gaat het over in de Bijbel? Of zijn er andere denkbeelden die ik veel interessanter vind in de wereld? Dat kan, er zijn genoeg interessante denkbeelden in de wereld. Maar, geloof ik dat Christus Jezus vanuit de hemel ook mij op het oog heeft? Dat hij ook in mijn hart wil werken? Geloof ik ook dat mijn zonden door hem aan het kruis zijn betaald en verzoend? Geloof ik ook dat hij mij op het oog heeft? Geloof ik ook dat hij mij lief heeft? Dat hij mij voor eeuwig bij zich wil hebben? In de komende heerlijkheid. Gemeente, jonge mensen, dat zijn toch de vragen waar het op aankomt. Die moet je jezelf stellen. En dan moet je voor jezelf en voor de Heere een antwoord op krijgen, op hebben. En ik zei het al, als je gedoopt bent, dat is een voorrecht, want dan strekt de Heere Christus zijn hand al naar je leven uit. Hij heeft gegrepen. Hebben jullie dat ook ontdekt? Hebben jullie dat ook door? Nou, zegt u, dat vind ik nogal wat. Ik was nog maar een baby, dat heb ik me toch niet kunnen realiseren toen. Nou, dan ga ik naar vers 14, waar Paulus zegt: ik jaag naar het doelwit om de prijs van de roeping van God, die van boven is, in Christus Jezus. Dan heeft hij over precies dezelfde dingen. Dan spreekt hij niet meer over gegrepen zijn, maar over een roeping. Paulus was een geroepene. Ook een gegrepene, maar ook een geroepene. Nou, dat zijn we toch allemaal, geroepen toch? Wat was onze doop anders dan een duidelijke, een teken van geroepen worden door God drie-enig? Begrijp mij nu, ik zeg niet
dat iedereen die gedoopt is automatisch dus door Christus gegrepen is. Dat zeg ik niet. Maar die doop is wel een roepstem. Dat Christus mij roept om Gods beloften te aanvaarden, dat de Heilige Geest belooft dat hij het in mij wil werken. Dat teken van Gods genadeverbond op mijn voorhoofd, dat kan ik niet hoog genoeg inschatten naar waarde. Die doop van mij, van u, van jou, dat was een heilig moment in je leven, al was er nog maar een baby die het amper besefte. Je ouders hebben het beseft, de gemeente heeft het beseft, want die heeft er ook om gebeden dat in dit leven ook de Heilige Geest zou gaan werken. En inderdaad, de Heilige Geest die zorgt ervoor dat wij gaandeweg die dingen steeds meer gaan beseffen, begrijpen, nodig gaan krijgen. Kijk, de Heere begint altijd eerst in het mensenleven. Dat is nog steeds zo. De Heere begint altijd eerst. Dat vind ik altijd het mooie van de kinderdoop. Daar zie je het heel duidelijk, dat babytje kan al niks. Maar de Heere begint. In het verbond. Hij begint. Paulus heeft dat ook goed moeten leren. Paulus die dacht eerst als fariseer, nou maar ik doe mijn best. En ik kan een heel cv opnoemen, dat heeft hij ook gedaan, dat hebben we gelezen. Wat hij allemaal deed, dit en dat, dat kon niet beter. Maar hij zegt, al die 10 op mijn rapport, die heb ik om Christus wil als schade moeten zien. Als vuiligheid, drek, staat er in de Oude Statenvertaling. Paulus moest helemaal van zichzelf af leren komen. Ik heb niks, niks wat voor Gods heilige oog kan bestaan. Al die godsdienstigheid, al die ijverige wetsbetrachtingen, het bestuderen van de Torah. Ach, wat stelt het voor? Schade en vuilnis. Hij leerde alleen Christus Jezus zelf overhouden. En dat is nou gemeente de vraag voor u, jou en mij. Hebben wij aan Christus zelf genoeg? Is hij alles? Of moet ik er nog wat bij doen? Ben ik door dat geestelijk inzicht gegrepen? Christus is alles. Heb ik dat geestelijk begrepen? Dat ik geestelijk gegrepen ben? Christus Jezus grijpt nog steeds mensen door de Heilige Geest. Dan hebben wij een heel ander leven dan de apostel Paulus, want die wereld kun je niet vergelijken. We leven in een heel andere tijd. Maar gemeente, dan kun je toch alleen maar voor die hemelse Christus die vanuit het evangelie naar ons toe komt, die de prediking naar ons toe komt, zondag aan zondag, ook door middel van de media nu, dan kun je toch alleen maar neerknielen voor die Christus in aanbidding en overgave. Heer, wat bent u goed voor mij, dat u mij ook op het oog hebt. Wat hebt u een geduld met mij. Preek van vanmorgen, u hebt me niet begeven, u hebt me niet verlaten. Ik wel u, maar u niet mij. Wat hebt u een geduld. U bent mij steeds genadig geweest en nog. Heer, strekt uw hand ook zo uit naar mijn leven. U roept mij, u grijpt mij vast. En dan ga je, ook een andere Bijbeltekst, je gaat je roeping en je verkiezing vastmaken in Christus. Nou, en wie zo door die Heerde Jezus Christus is gegrepen, bij wat je er verder ook bij beleeft, die beleving is allemaal van tweede orde, maar dan wil je naar Christus toe leven, dat kan niet anders. Dan kan en dan wil je geen moment meer van hem los. Dat zegt Paulus ook, ik jaag er naar om het ook te grijpen. Dat is heel bijzonder. Christus heeft gegrepen, hè? Je ziet die hand van boven. En dan zie je de hand van Paulus. Paulus grijpt ook. Die twee handen die grijpen in elkaar, ziet u dat? Christus als eerste van boven en Paulus die grijpt ook van beneden. Dat grijpen van Christus, dat is goddelijk. Dat is overmachtig. Christus grijpt nooit mis. Als Christus een zondaar in zijn hart grijpt, gemeente, dan gebeurt er altijd wat. Dan laat hij nooit zo'n mens zo'n zondaar meer los. Dan houdt hij die gegrepene in zijn goddelijke greep. Maar dan gaat die zondaar dus ook grijpen. Dan ga ik antwoord geven op het woord van de Heer.
Dat is dus ook de vraag van Paulus. Grijp jij ook? Grijpt u ook? U hoeft inderdaad niet te zeggen, zegt Paulus ook niet, niet te zeggen dat u het al verkregen hebt of dat u al volmaakt bent. Nee, zegt Paulus, dat weet ik ook. Dat ik ook niet, zegt hij. Dat is het opvallende, dat is het bemoedigende van Paulus. Voor iedereen die zich door die Christus geroepen weet en die zich eigenlijk zo tekort voelt schieten ten opzichte van hem. Paulus kan dat helemaal met u, jou en mij meevoelen wanneer wij die geestelijke strijd strijden. Wij hebben Paulus gemeente heel hoog staan, niet waar? Wat had die man geestelijk diepe inzichten in het heil van God in Christus? Wat kreeg die man van de Heilige Geest grote heilgeheimen geopenbaard? Zijn brieven staan er vol van. Vol. Luther die zei terecht, als ik een brief van Paulus lees, dan snap ik er de helft nog niet van. Je kan het niet vatten. Die grote rijkdommen die daarin zijn opgetast. En dan behalve die brieven van Paulus, wat dacht u van zijn leven? Ik heb zojuist door een biografie van een Engelse theoloog gelezen over het leven van Paulus. Dan denk je, jongen, 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 dat één zo'n man, hè, alles te voet, hele gebieden heeft afgelopen. Veel tegenstand ervaren, veel tegenspraak. Nou, ik weet niet wat hij allemaal heeft, en staat in 2 Korinthe, wat hij allemaal heeft meegemaakt. Stokslagen, schipbreuken, gevangenschappen, noem maar op. Een leven vol gevaren. En dan zegt hij zelf, maar ja, dat is stukwerk geweest. Ik heb het nog niet verkregen en ik ben nog niet volmaakt. Maar ik jaag ernaar of ik het ook grijpen mocht. Ik jaag ernaar of ik het ook grijpen mocht. Het, ja, waar grijpt Paulus dan naar? Nou ja, hij zegt dat er strikt genomen niet bij. En daarom hebben de Bijbelgeleerden daar een verschillende uitleg van. Het hangt wel een beetje met elkaar samen. De een die denkt aan wat je in die sportwedstrijden had, die hardloopwedstrijden, die erekrans. Paulus zegt in 2 Timotheüs 4, vers 7, die bekende woorden. Dat is trouwens de laatste brief van Paulus aan Timotheus, de laatste brief. Ik heb de goede strijd gestreden en ik heb de loop, daar heb je de wedloop, sportief. Ik heb de loop ten einde gebracht en verder is voor mij weggelegd de krans van de rechtvaardigheid. De erekrans die de Heere mij zal geven op die dag. Dus dan zou Paulus dus de komende heerlijkheid bedoelen, dat zal ook wel. Waar die krans dan het zinnenbeeld van is. Krans en rechtvaardigheid noemt Paulus die. Dus dat kan ook wezen dat hij bedoelt de rechtvaardigheid van Christus. Ik zondaar ben toch rechtvaardig in Christus. Anderen denken dat Paulus naar de opstanding uit de doden verlangt. Dat hij niet meer sterfelijk is, maar eeuwig mag leven. Weer anderen denken aan de volmaaktheid, niet dat ik al volmaakt ben, maar ik jaag ernaar of ik het ook grijpen mocht, de volmaaktheid misschien. Nou ja, daar hoef je allemaal die verschillende uitleggingen, dacht ik, daar hoeven we niet moeilijk over te doen. Paulus bedoelt natuurlijk dat allemaal met elkaar. Paulus bedoelt wat alle ware gelovigen in die hemelse Christus nu al mogen hebben, wat hem beloofd is. Paulus grijpt naar de volkomen kennis van Christus, de volkomen gemeenschap met hem, waarvan hij hier op aarde bij tijd en wijle iets van mag ondervinden. Dat heb je soms ook in de kerk, dan word je meegenomen door de verkondiging van het woord, dat doet de Heilige Geest. En als je dan vanaf vers 9 leest wat Paulus allemaal als geestelijke winst in Christus beschouwt, van zijn vorige leven als fariseer. Nou ja, dan gaat het om de rechtvaardigheid voor God in Christus. Wat hij dus nu mag kennen, hè, toen niet, maar nu wel. De rechtvaardigheid voor God in Christus door middel van het geloof. Dat mag kennen de kracht van Christus opstanding door de gemeenschap aan zijn lijden. Door aan zijn dood gelijkvormig te worden met Christus, eerst geestelijk sterven en dan mogen opstaan tot een nieuw leven. Paulus die wil kortom
dat zijn leven helemaal met dat leven en sterven en opstanden van Christus verenigd is. Hij helemaal één met Christus en Christus helemaal één met hem. Gegrepen door Christus. Een geestelijke twee-eenheid door het geloof. Daar jaagt Paulus zijn hele verdere leven naar. Om zo met die Christus verbonden te zijn. Zodat hij de tegenslagen, de moeite in het leven aan kan. Maar ook de kracht en de overwinning van Christus mag kennen gaandeweg. Om uiteindelijk de eindoverwinning te behalen. De opstanding uit de doden. Totale overwinning na dit aardse leven vol strijd en moeite. Overwinning op zijn zonde. Overwinning op de duivel. Want die kan nog zo tussen hem en Christus instaan. Gemeente, we horen het hier. Paulus is er nog lang niet. Dat zegt hij. Niet dat ik het al reden verkregen heb of al reeds volmaakt ben. En dan valt het mij op, gemeente, dat Paulus eigenlijk helemaal niet naar bijzondere dingen verlangt, hè? Als je dat zo nagaat. Het gaat hem om de rechtvaardigheid voor God door het geloof in Christus. Nou, daar moet het ieder mens nog om gaan, toch? Dat wij een goede verhouding met de levende God hebben. Dat we het vol kunnen houden wanneer we christen zijn en het lijden met zich meebrengt. Zoals ook Christus geleden heeft, om dan ook eenmaal door de dood heen mee bij Christus te mogen zijn. Nou, daar gaat het toch om. Strijden tegen de zonde, vergeving van de zonde en altijd bij Christus zijn, dwars door de dood heen. Paulus jaagt helemaal niet naar buitenissigheden. Hij zegt niet, ik moet vol zijn van de geest, ik moet spreken in tongen, ik moet dit en dat allemaal meegemaakt hebben. Nee, hij wil gewoon vorderen in de hoofdzaken van het christelijk geloof. Willen wij het ook? Echt? Ja, want waar grijpen wij zo al naar? Wat zijn onze idealen? Eén zegt, ik grijp naar een goede baan. Daar heb ik een opleiding voor. Dat wil ik. Als ik jong ben, goede baan. Plezierig werk, daar grijp ik naar. Zinvol werk, bijvoorbeeld in de zorg, zeker in deze coronatijd, nodig. Daar grijp ik naar. En dan zegt, ja, ik grijp ook naar een goed inkomen. Dat is toch ook belangrijk. Ik grijp naar een waardevast pensioen. Moet toch ook hebben. Ik grijp naar een leuk gezin, een gelukkig huwelijk. Ik grijp naar goede vakantieperiode. Ik wil genieten van alle mooie dingen van het leven, daar grijp ik naar. Ik grijp naar alle nieuwe technische snufjes, die vind ik interessant, die vind ik mooi, daar grijp ik naar. Ik grijp naar mijn muziekinstrument, daar heb ik mooi de ontspanning van. Ik grijp naar mijn hobby. Daar zet ik veel voor opzij. Ik grijp naar wetenschappelijk inzicht, want dat is heel belangrijk. Hoe zit alles in elkaar? Paulus zegt, allemaal mooi, allemaal prima, maar grijp je vooral ook naar Christus en zijn heil. Grijp je ook naar het eeuwige leven. Iemand zegt, ik wou dat ik net zo vast als Paulus kon zeggen dat ik door Christus Jezus gegrepen ben en dat ik zelf ook jaag om er naar te grijpen. Want daar ben ik eigenlijk nog niet zo zeker van. Dan heb je dat woordje eigenlijk. Dat is een eerlijk woordje, hè? Eigenlijk doe ik er nog zo mijn best niet voor. Eigenlijk breng ik er te weinig van terecht. Paulus die zei wel dat hij niet volmaakt was, maar ik ben het ook niet hoor. Als Paulus het al moest zeggen, wie ben ik dan? Gemeente, jonge mensen, moeten we dat ook erkennen. Eigenlijk voor de Heere erkennen. Eigenlijk en eerlijk, hè. Dat lijkt op elkaar. Eigenlijk, eerlijk gezegd,
Hoe leven we voor Gods aangezicht iedere dag? Iedere dag laat de Heilige Geest het je zien wat we ervan terecht brengen. Waar ons hart eigenlijk van vervuld is. Onze gedachten. Onze verlangens. Eigenlijk draait het zoveel om onszelf en zo weinig om Hem. Eigenlijk zit ik meer in de wereld dan met de hemelse dingen bezig. Als het goed is, gemeente, dan ben je daar niet tevreden mee. En dan brengt ons dat juist tot dat jagen, hè, waar Paulus het nou over heeft. Dan worden we uit onze geestelijke slapheid en luiigheid en onwilligheid opgewekt. Want het is nog altijd zo, dat is een waar woord, om echt een christen te zijn, moet je het steeds meer worden. Om christen te zijn, moet je het steeds meer worden. Je moet worden wat je in Christus al mag zijn. Wat je in Christus bent, dat moet je worden. Al meer en meer. Dat is het hele geloofsleven. Steeds meer worden wat je roeping zegt, wat het gegrepen zijn inhoudt. Jagen naar de volmaaktheid in Christus. Ik schuil altijd achter Hem weg. Steeds meer. Voor alles. De gerechtigheid van God. Ik kan die niet bewerken. Christus heeft het voor mij bewerkt. De liefde voor God die ik moet hebben. Wat breng ik ervan terecht? Christus heeft zijn Vader lief en hij heeft mij lief. En dan mag ik Hem lief hebben en dan mag ik ook mijn naaste lief hebben. Daar jaag ik naar. Ik grijp naar de zachtmoedigheid. Die had Christus voor mensen om zich heen. Mag, moet ik ook hebben voor anderen. Grijpen naar de vastigheid van mijn geloof. Ik die nog wel eens wankel, de ene dag of de andere dag. Grijpen naar het geduld die Christus heeft met anderen. Die moet ik ook hebben. Grijpen naar de overwinning van mijn zonde, van mijn karakterfouten. Dit keert allemaal maar weer terug. Blijft dat niet een strijd? Ja, dat blijft een strijd. Grijp naar de enige troost in leven en sterven. Grijp, grijp, grijp. Dan hoef je niet allemaal dezelfde bekering mee te maken als Paulus. Die maak je niet eens zo mee, want iedere bekering is uniek. Als we net als Paulus willen jagen. Jagen. Ja, niet in de zin van een gejaagd leven. Je hebt mensen die jagen alles achterna. Van alles. En ze worden gestrest van wat er allemaal moet. Zelfs ook in bepaalde christelijke kringen. Je moet dit en je moet dat. Denk er goed aan, gemeente. Paulus die was heel actief, maar die zegt, ik heb het nog niet verkregen en ik ben nog niet volmaakt. En zulke mensen van een wijze apostel, die brengen je tot een zekere ontspanning, nietwaar? Tot een ontspannen inspanning. Gelukkig. Paulus was ook nog niet zo ver. Ik ben blij dat ik het van hem lees. Hij was ook nog niet zo ver. Niet dat ik het toch reeds gegrepen heb of al volmaakt ben. Want wie heeft er nou een volkomen geloof? En wie heeft er nou een volkomen heilig leven voor de heilige God? En wie is er nou iedere seconde van zijn leven zeker van dat het allemaal goed zit en goed blijft? En daarom, de volkomenheid heb ik niet in mijn hand. Ik leef van de gegeven genade van God in Christus. Maar die is vast, maar die is zeker, want God is vast en Christus is zeker en betrouwbaar. De volkomenheid is er niet, maar Christus is er wel. En dat is mijn houvast. Hij heeft mij eerst geroepen, hij heeft mij eerst gegrepen. En nu mag ik hem grijpen door het geloof. En geloven, wat is geloven? Dat is niks anders dan je verlaten op de volstrekte betrouwbaarheid van de Heere God. Die beloften op hun waarde schatten en die beloften omhelzen. Gelovig met lege handen aanvaarden en je mag er ook nog eens je hand op leggen. Heren, dat hebt u beloofd. Biddend pleiten op de betrouwbaarheid van Gods beloften die bij mijn doop al aan mijn voorhoofd verzegeld zijn. Dat kan al als je heel jong bent. Als kind kun je het al weten. Ik ben gedoopt. De Heere heeft mij lief. Hij houdt van mij. Heren, mag ik ook van u houden? Vergeeft u ook mij mijn zonde? Zo jong als je bent, mag je dat al vragen. Hè? Dat vraagt de Heere van ons. Smeek hem om zijn genade. Omwille van het offer van Christus.
wat hij heeft volbracht. Het hele leven lang, Heere, uw genade, tot op je sterfbed toe, als je dat mag meemaken. Heere, geloven is niet van, nou heb ik wel genoeg geloofd. Ik ben nou beleidend lid en nou komt het verder wel goed. Nou heb ik wel genoeg de strijd gestreden. Nee, kan je nooit zeggen. Jongens en meisjes, jonge mensen, zoek de Heere vroeg. Betrek de Heere al vroeg in je leven, in je plannen, in je gedachten, alles wat je wilt doen. Ouderen, u rust toch niet op uw lauweren, hè? Blijf jagen. Ja, ik ben oud. Ja, blijven jagen. Dat deed Paulus ook. Jagen. Iedere dag bewust met de Heere beginnen. Iedere dag bewust met de Heere eindigen. Ons leren oefenen in het geloof. In zijn woord, in zijn belofte. Je mag blijven werken aan je geloofsrelatie met de Heer. Dat is in een goed huwelijk ook zo. Dat is in je verbintenis met de Heere ook zo. Dat is het jagen van Paulus. Geen jagen vanuit een zekere onrust. Geen jagen vanuit steeds bij die onzekerheid. Maar juist omdat hij wist, ik ben door Christus gegrepen. En daardoor komt het goed. In Christus ligt het vast. Wat een zegen. Wat een ontspanning. Christus heeft het verkregen. Hij is er al. Ik mag er ook komen. Door genade alleen. Hij leeft vanuit de hemel met mij mee. Met al mijn ups en downs. Ook in coronatijd. Heel mijn strijd tegen de zonde, tegen de invloed van de duivel. Christus weet ervan. Ook in tijden van moeite en nood en zorg. Hij is erbij, hij is erbij. Hij vergeet mij niet, hij verlaat mij niet. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid. Nou, wat moet ik nou nog meer? Zijn grijpende hand blijft bij mij. En die zal mij ook dwars door de dood heen halen thuis. Hij tast nooit mis. En dan zal ik thuis komen. Wat zal dat wezen? Er zijn al zoveel mensen voor mij gestorven. Wat zal dat zijn? Thuis komen. Bij hem. Bij de Vader. Door de Heilige Geest. Ik weet het nog niet. Paulus wist het ook nog niet. Maar het is een krans. Het is eeuwigheid. Het is genade. Het is licht en leven. Voor altijd thuis, eeuwige rust, eeuwige goedheid, eeuwig licht, eeuwig leven en nog veel meer. Kunt u, kun jij daarnaar verlangen? Het is te verkrijgen. Hou je handen maar op bij de Heer, hij belooft het. Amen.